We zijn geëindigd met de gedachte vanuit Romeinen 6, 7 en 8. Je wordt gevormd, maar je bent er nog niet. En uiteindelijk zal de perfectie pas daar zijn als de Heer Jezus terugkomt. Nou, dan gaan we naar de volgende slide. Je bent getrouwd in een gevallen wereld. Je bent getrouwd in een gevallen wereld. De schepping functioneert niet zoals God het bedoeld heeft. En je huwelijk maakt daar onderdeel van uit. Je huwelijk speelt zich af in de gebrokenheid van de schepping. Je zou kunnen zeggen, je huwelijk speelt zich af in het zuchten van de schepping. En daar hebben we allemaal mee te maken, met het zuchten van de schepping, met de gebrokenheid. Er gebeuren gewoon ingrijpende dingen, ook in je huwelijksleven. Nou, wat zou dat kunnen zijn? Ik heb een aantal dingen genoemd, opgeschreven. Miskraam, zorgen om een kind, ziekte, financiële zorgen, situaties die in het verleden zijn gebeurd en die je meeneemt in je huwelijk. Zomaar een paar dingen die kunnen gebeuren omdat we leven in de gebrokenheid van de schepping waar je huwelijk ook in plaatsvindt. En je kunt daar niet voor wegvluchten. Sterker nog, je moet daar niet voor wegvluchten. Het is geen toeval dat je dat overkomt. Het is geen toeval dat je iets gaat overkomen in je leven, in je persoonlijk leven, maar ook in het huwelijksleven. Het is niet toevallig dat je leven loopt zoals het verloopt. Het is Gods plan. Het is Gods plan. Het is Gods plan dat je door moeilijke dingen heen gaat, ook in je huwelijk. Waarom? Omdat je door de moeilijkheden heen gevormd wordt naar het beeld van Christus. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Job. En dat is uiteindelijk ook wat je moet kunnen zeggen in je huwelijksleven. Als je hier geen zicht op hebt, en als je geen zicht hebt op de soevereiniteit van God, en dat God heerst over alle dingen, hij heerst over dat wat er gebeurt in Europa en ook Oekraïne, hij is daarbij betrokken. En als je weet dat God soeverein heerst over de gebrokenheid, ook in de moeilijke dingen in je huwelijk, dat is zo'n rustgevende gedachte. Ik ben opgegroeid in een gedeelte van de kerk, in een richting van de kerk, waar je nog wel eens hoort, een pastoraal gesprek, dat mensen goed bedoeld zeggen, ja, wat je nu meemaakt, God heeft dat ook zo niet bedoeld. Maar waar was God dan? Maar we leren toch dat hij de Almachtige is. En nu was hij even dan niet thuis. Hoe zit dat dan? En bedoeld als troost, kan het pastoraal gezien enorme vragen gaan oproepen. En is het uiteindelijk ten diepste helemaal geen troost? Maar wat is het een troost als je weet, nou, laat ik maar een voorbeeld noemen. Misschien dat ik die wel eens genoemd heb, maar goed, dat is iets wat wij in ons gezin meegemaakt hebben. Wij hebben gestaan vorig jaar bij het grafje van ons eerste kleinkind. 38 weken. Onze dochter wist dat het na de 12e week al dat het, nou, waarschijnlijk niet levensvatbaar zou zijn. Dus dat wist ze. Maar uiteindelijk stonden we met 38 weken met ons gezin en de schoonfamilie bij het grafje van ons eerste kleinkind, mandje. En dat hebben we laten zakken. Waar was God dan? Ja, hij heeft daar soeverein over geheerst.
Hij was daar volledig bij. En blijkbaar was God, heeft God dat bedoeld om ons te vormen als gezin, om Jeanette en mij verder te vormen in ons huwelijksleven, om omhoog te kijken en te zeggen, maar Heer, we weten, u beheert alle dingen. Ook deze situatie. Want u bent de Almachtige, u bent de Soevereine en u heerst erover. Hebben we gehuild? Want dan zou je kunnen zeggen van, ja, dan mag je ook niet huilen, want wat... Oh nee? Wat deed de Heer Jezus bij het graf van Lazarus? Hij huilde. Hebben we gehuild? Ja, er was verdriet. Absoluut. Maar laat ik het zo zeggen, we waren niet hopeloos. We waren nog steeds op de bodem van ons hart, was er hoop. We zijn niet in een vrije val helemaal naar beneden gevallen. Maar er was ergens een vangnet van God, van hoop, omdat hij trouw blijft tot in eeuwigheid. En zijn trouw heeft hij laten zien in zijn Zoon, Jezus Christus. En hoewel we zijn gevallen, zijn we heerlijk in zijn armen opgevangen. En kunnen we uiteindelijk, hebben we kunnen zingen, vreugde, vreugde, louter vreugde. Waarom niet? Maar God had dit toch niet gewild? Ik ga er niet te lang op stilstaan, want dit is best een heel dogmatisch en best een heel lastig, leerstellig, een lastig verhaal. En hoe ga je dat goed uitleggen? Ik wilde wel één tekst. Genesis 50. Jozef is door zijn broers in de put geworpen. Jozef is door zijn broers verkocht. Jozef is door de vrouw van Potifar verraden. Jozef heeft in de gevangenis gezeten. Heeft Jozef in die zin een gelukkig leven gehad, menselijkerwijs? Nou, eigenlijk niet. Het was nou niet allemaal glorieus en fijn. Maar als hij uiteindelijk zich bekend maakt aan zijn broers en zijn vader sterft en zijn broers denken dan van, ja, nou zal hij ons wel wat gaan aandoen. Wat zegt hij dan? Genesis 50, vers 20. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Maar God heeft het ten goede gedacht. God was daar totaal bij betrokken. Hij was betrokken toen jullie mij in de put hebben gegooid. Hij was erbij betrokken toen ik in de gevangenis zat. En hij heeft het uiteindelijk ten goede gedacht. Ik moest daarin gevormd worden, want ik was een hoogmoedig man. Maar ik moest gevormd worden om nederig te zijn, om dienstbaar te worden, om uiteindelijk God de eer te geven. En toen heeft hij mij als farao, als knecht van de farao, als onderkoning, heeft hij me aangesteld. Dat eventjes, ik laat het daar even bij. Vind je dat goed? Ja? Oké, goed. Dat wil niet zeggen dat het kwade direct bij God vandaan komt. Maar God stuurt het, heeft wel het kwade in beheer. Wat wij vaak denken, laat ik dat er nog aan toevoegen. Wij denken vaak, er is een soort van strijd tussen Satan en God. Soms wint God, soms wint Satan. God staat erboven. God beheert alle dingen. En het is uiteindelijk God die ook het kwade van Satan beheert. Dat zie je bijvoorbeeld bij Job terug. Bij Job zegt hij bijvoorbeeld van, je mag nu dat, dat en dat doen, maar niet zijn leven aantasten. Dan zie je dat het kwade wordt beheerd door God. Dus het is niet alleen een strijd tussen God
en Satan. En nou ja, we moeten maar eens afwachten wie wanneer wint. Maar het is God die het kwade uiteindelijk beheert. Het kwade komt niet van God af, Jacobus 1. Maar hij beheert het wel. Het is onder zijn controle. En het loopt God niet uit de hand. Hij beheert het. Oké. Goed. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer, zij gelooft. Je krijgt te maken met moeilijke dingen in je huwelijk, zodat God jou kan vormen, jullie kan vormen als man en vrouw. En als je daar geen zicht op hebt, dan wordt het soms heel moeilijk. En als het dan moeilijk wordt in het huwelijk en het gaat botsen, dan zie je vaak, er is geen zicht meer op God, want waar is die God dan nu? En mensen, man en vrouw, drijven uit elkaar. En als de moeite voorbij is, dan staan ze naar elkaar te kijken, zijn ze ver uit elkaar gedreven. En waar is nou alles gebleven waar ze ooit zijn begonnen? En waar ze ooit elkaar trouw hebben beloofd, totdat de dood hen scheidt? Kijk eens met mij naar 1 Petrus. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Vers 6. Vers 6. Petrus 1, vers 6. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Allereerst het woordje bedroefd. Er zal gewoon verdriet komen in je leven door allerlei verzoekingen, door allerlei moeilijke dingen. Er komen kleine teleurstellingen voor in je leven. Er komen grote teleurstellingen voor in je leven. Er kunnen langdurige rouwprocessen plaatsvinden in je leven. Dat zegt de Bijbel dus ook. 1 Petrus zegt het ook gewoon. Je zult bedroefd worden door allerlei verzoekingen. Het is niet allemaal makkelijk. En dan het tweede woord, opdat de beproeving, of het tweede woord is verzoeking, moeilijke dingen. Dus het eerste is bedroefd, het tweede is je wordt verzocht. Er komen dingen voor in je huwelijksleven die je niet gepland hebt, die je niet hebt zien aankomen. En als laatste, beproefd. Beproefd. Je wordt daardoor gelouterd, je wordt daardoor gezuiverd, je huwelijk wordt daar beter van. Onder druk komt het beste naar boven als het goed is. Door goud te verhitten, wordt het goud alleen maar beter. Doordat je huwelijksleven onder druk komt te staan, ook door moeilijke dingen, wordt het uiteindelijk, als het goed is, omdat je weet dat God erbij is, dat Hij je opvangt, dat je weet dat er soms verdrietige dingen gebeuren, dat er verzoekingen komen, weet je, we komen hier straks sterker uit samen. We gaan meer van de Heere zien door deze verzoeking heen. Dat maakt je huwelijk sterker. Maar als je alleen op het geluksideaal bent gestart, wij maken elkaar gelukkig, dan als er dan moeite komt, als er verzoeking komt, als je verdriet hebt, dan zak je zomaar door het ijs heen en denk je, ja, wat hebben we nu uiteindelijk overgehouden? Daarom dat het geluksideaal, ik wil niet zeggen dat het geluk niet belangrijk is, maar het is niet het belangrijkste ideaal. Het belangrijkste ideaal van je huwelijk is niet het geluksideaal, maar het heiligheidsideaal. Heiligheidsideaal. Het al en het nog niet, en daartussen worden we gevormd, worden we gekneed naar het beeld van Christus. Heiliging,
Dat is wat nodig is in een huwelijksleven. En daar moet het om gaan in het huwelijksleven. En God gebruikt je moeilijkheden om je van jezelf te verlossen en je meer te richten op Hem. Die ga ik herhalen. God gebruikt de moeilijkheden om je van jezelf te verlossen en dat je meer zicht op Hem gaat krijgen. Ik geloof als je dit gaat zien, dat je in een gevallen wereld leeft, met moeilijke situaties, als je dit gaat zien in je huwelijksleven, dan kan het huwelijk echt een enorme stoot hebben. Dit moet je meenemen aan mensen ook in het pastoraat. Ja, je maakt moeilijke dingen mee. Ja, we mogen elkaar gelukkig maken. Maar uiteindelijk ten diepste gaat het erom dat God jou wil verlossen van jezelf. Dat je je richt op Hem en dat je uiteindelijk richt op degene die God naast je heeft gegeven. En niet meer op jezelf. Nou ga je het wel heel moeilijk maken. God wil je uiteindelijk door de moeilijkheden heen richten op Hem. Richten op je vrouw of je man. En je verlossen van je eigen ik. Daar word je zelf een beter persoon van, een prettiger persoon van. Een prettiger persoon ook om mee samen te leven. En dat leidt tot een beter huwelijk. Het tweede. Een zondaar is getrouwd met een zondaar. Lekker bemoedigend, hè? Een zondaar is getrouwd met een zondaar. Dat is echt een feit. Dus, soms zijn er zulke onrealistische verwachtingen binnen het huwelijk, met name aan het begin. Maar je neemt allebei iets mee het huwelijk in. En dat doet een vernietigend werk in je huwelijk. En wat is dat? Zonde. Zonde. Ikgerichtheid. En het is niet zo dat je de dingen altijd expres doet. Maar toch hebben ze wel grote invloed op je huwelijksleven. En als je vrouw haar dag niet heeft, zal je daar als man last van hebben. En als je man boos van zijn werk terugkomt, dan heeft de vrouw daar last van. Ik ga het met een voorbeeld duidelijk maken. Een man heeft een moeilijke dag op zijn werk gehad. En aan het eind van de dag komt er ook nog eens een keer een beroerde vergadering overheen. En hij krijgt de schuld van iets. Hij vindt dat onterecht, maar goed, hij neemt dat mee. Hij rijdt naar huis, hij moet nog een uur rijden. En in dat uur, als hij nog naar huis moet rijden, denkt hij niet van, als ik thuis kom, dan zal ik er eens te pakken nemen. Dan ben ik er klaar mee. Nee, maar hij overdenkt wel alles wat er dan gebeurd is die dag. Maar hij zit niet gelijk bewust van ik ga, dat wat er op mijn werk gebeurd is, dat zet ik thuis, mijn vrouw betaalt. Zo denkt hij niet. Maar hij komt binnen en zijn vrouw zegt, ha schat, ik heb het vandaag ook druk gehad, wil jij de tafel even dekken? Dat is een onpersoonlijk bericht. Dat is helemaal niet op hem bedoeld. Maar hij gaat het persoonlijk oppakken. Zie je wel? Wat er op mijn werk zijn ze tegen me. En nu thuis is zij ook tegen me. En ze verstoort mijn planning. Ze verstoort mijn rust. Want ik wilde eigenlijk nog even een kwartiertje gaan rusten. En hij zegt,
had je niet eerder kunnen beginnen? Kijk, dit wordt een recept voor een gezellige maaltijd. Wat, en zij zegt dan nog, ja, maar jij doet sowieso al weinig in het huishouden. Daar wordt het echt niet beter van. Dus zij gaat het ook persoonlijk maken en gaat terugvuren. Nou, de biefstuk heeft wat slechter gesmaakt dan de andere keren. Wat hadden ze moeten doen? Ze hadden elkaar moeten helpen. En in plaats van het koninkrijk van eigen ik, hadden ze het koninkrijk van Christus moeten gaan uitleven. Zie je dat het hier alleen om zo'n situatie alleen maar draait om mijzelf? En mensen moeten inzichtelijk krijgen dat er 1001 situaties in het huwelijk zijn, dat je iedere keer een keuze moet maken. Gaat het nu om mijn eigen koninkrijk, Romeinen 7, of gaat het om het koninkrijk van God? Gaat het nu, is het mijn eigen egoïsme, of kan ik hier de vrucht van de geest laten zien? Wat had hij moeten doen? Nou, bijvoorbeeld, ik geef mij, als er uitstapt, Heer, wilt u me helpen? Ik heb een beroerde dag gehad, ik kom zo meteen thuis, maar ik wil mijn vrouw dienen. En hoewel dat niet makkelijk is, schat, wil je even de tafel dekken? Misschien moet hij zelf nog wel even slikken. Maar hij weet, ik moet gevormd worden naar het beeld van Christus. En hij loopt naar het aanrecht en pakt de borden, het bestek en dekt de tafel. En aan tafel zegt hij, ik heb gewoon een moeilijke dag gehad. Zie dat de situatie daardoor gelijk heel anders wordt. Je opent je hart, want je deelt wel, het is moeilijk geweest. Maar allereerst heeft hij het leven van Christus geleefd. De vrucht van de geest laten zien. En er zijn honderden voorbeelden in je eigen huwelijk te vinden. Dat je gewoon herkent van, hier gaat het om mezelf. En hier ging het niet om de eer van God en om de eer van de Heere Jezus. Uiteindelijk gaat het erom, wil ik het koninkrijk van de liefde leven in mijn huwelijksleven. En dat moet zichtbaar worden. Dat moet zichtbaar worden in mensenlevens. Dat moet zichtbaar worden. Dat moet je zichtbaar maken. Dat moet je zichtbaar maken in pastoraat. Om wie draait het nu eigenlijk in het huwelijk? Draait het om jou of draait het om de eer van God? Nou, dat zijn soms hele lastige en moeilijke en lange processen. Kijk eens met me mee in Jacobus. Jacobus. Daar zie je eigenlijk, wat ik net verteld heb, zie je hem eigenlijk terug. Daar gaat het om de gemeente, maar goed, ik ga dat eventjes een beetje toepassen op het huwelijk ook. Vers 1. Jacobus 4, vers 1. Vanwaar al die strijd? Dus dit zegt hij tegen de gemeente, nou, dat kan je ook in huwelijk zeggen. Joh, man, vrouw, vanwaar al die strijd? Voor dat woordje strijd mag je ook oorlog zeggen. En al die conflicten, en daar staat eigenlijk het woordje vechtpartijen. Dus het gaat er stevig aan toe in uw midden. Vloeien ze hier niet uit voort? Hé, daar komt de reden. Vloeien ze niet voort uit uw hartstochten? Daar staat het woordje in het Grieks hedonon. En hedonon, dat is ons woordje hedonisme. Dus het gaat om mijn eigen lusten. Het gaat om mijn eigen verlangens. Van mijn eigen genieten. Het is op mezelf gericht. Dus hier staat gewoon uit uw lusten, uit uw hartstochten. Het gaat om jezelf, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt het niet omdat u niet bidt. En dat bidden betekent, ze bidden gewoon, ik wil dingen voor elkaar krijgen. Het is gewoon geen oprecht gebed.
Dus je verlangt dingen die op mezelf gericht zijn. Je bent jaloers over dingen en je beijvert. Het is jaloezie die uiteindelijk je leven beheerst. En verkeerde verlangens. En daardoor zijn er strijd, is er strijd en zijn er conflicten. Omdat het gaat om je verkeerde hartsgesteldheid. Nou, dit komt eigenlijk heel veel voor in het huwelijk. Strijd en oorlog, omdat het uiteindelijk de verkeerde hartsgesteldheid is. Van man of vrouw of beide. Maar Jacobus geeft ook de oplossing. Kijk maar naar vers 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Dus uiteindelijk, je moet je klein maken voor God. Het gaat om de vrezen des Heren in je leven. Het gaat niet om je eigen hart, maar je hart moet knielen, moet buigen voor God. De vrezen, de gezonde vrezen des Heren. Nader, vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Je moet weer opnieuw in relatie met God komen. Je bent God kwijtgeraakt, daardoor dat het gaat om je eigen hart. Je bent zijn koninkrijk uit het zicht verloren. En dan vers 10, verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Je bent met Christus gestorven, met Christus opgestaan. Je bent een nieuw leven begonnen, daar moet je uit leven. Ook in je huwelijksleven. Kortom. Vaak in huwelijkscounseling en in huwelijkspastoraat zie je dat we heel sterk gericht zijn op, het moet weer goed zijn tussen man en vrouw. Dat is ook wel zo, maar kan erg plat worden. Je zult man en vrouw ook opnieuw weer bij God moeten brengen. En dat ze gaan zien dat ze uiteindelijk zeer egoïstisch zijn geworden. En dat ze gaan zien, ja, hij is machtig, hij is trouw, hij is welwillend. Het gaat om hem in ons huwelijk. We moeten weer terug naar de gezonde doelstellingen. We moeten weer terug naar de gezonde rolpatronen. En dat begint niet door, ja, ze moeten leren om goed te communiceren, hoewel dat wel nodig is. En dat ook heel goed is, maar als het alleen maar blijft van, met een zandlopertje, nu heb jij de tijd om wat te zeggen, zandlopertje, nou mag jij wat zeggen. Kan helpen, dat soort communicatiemiddelen, maar uiteindelijk als je mensen niet terugbrengt bij het hart van God, ja, zijn het een paar trucjes, maar kom je niet veel verder mee. Uiteindelijk moeten mensen opnieuw onder de indruk komen van God, van zijn woord en van het werk van de Heer Jezus. En zien dat hun eigen hart gewoon verhard is. Naar de echtgenoten toe en naar God toe. En die schil moet er van af. En opnieuw gaan zien dat God trouw is. Dat hij heeft beloofd na de zondeval, mijn zoon zal komen en zijn zoon is duizenden jaren erna is hij gekomen. God is niet afgeweken van zijn plan. En als Gods plan was jullie huwelijk, dan zal hij daar niet van afwijken. En heeft hij daar een plan mee? Ook als twee zondaren samenkomen, ook als er moeite komt omdat we leven in een gebroken wereld. Het is Gods plan, want God is trouw. En God is machtig. Hij heeft zijn zoon doen opstaan uit de dood. En die machtige God, die is meegegaan als het goed is in je huwelijk. En die machtige God is 2, 8, 13 jaar later nog steeds diezelfde God. Waar je ooit de zegen van mocht ontvangen. En nogmaals, dit zijn lastige en lange processen. Als mensen al openstaan om dit proces samen in te gaan. Want door de jaren heen heb ik ook gemerkt, als voorganger, maar ook wel in het pastoraat, dat mensen, een man of een vrouw, gewoon al de slag hebben gemaakt in hun hoofd, ik ga niet verder met hem. En dan kun je praten wat je wil, bijbelteksten noemen die je wil, maar het hart is al zo verhard geraakt, dat
ja, ik toch moet erkennen, ook in door de jaren heen, 20 jaar voorgangerschap en pastorale hulp, dat ik toch ook met leden ogen heb aangezien dat veel van dit soort huwelijken toch uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. Maar ook als ik daarop terugkijk en dat nog eens analyseer, dan kom ik toch iedere keer tot de conclusie, ten diepste wilden ze niet buigen voor God. En ze, hoewel ze zeggen van wel, was hun hart anders. En ging het ten diepste toch om wat hen is aangedaan. En soms hele vreselijke dingen. Hè? Ik ga er niet te makkelijk overheen. Maar als God trouw is, God machtig is, als God gaarne vergevend is, gewillig is, omdat hij goede tieren is, omdat hij barmhartig is, omdat hij geduldig is, blijf ik in deze God geloven die in de, als je zelf als mens denkt, het is onmogelijk, geloof ik dat dit voor God nog steeds mogelijk is. Als je uiteindelijk tot hartsverandering wil komen. Maar nogmaals, dat is niet altijd makkelijk. Wat moet er dan gebeuren? Deze kennen jullie. Deze heeft Arjan een aantal maanden geleden met jullie besproken. Dit is eigenlijk een dynamiek van het hart, wat ook speelt in het huwelijk. Dus uiteindelijk neem je jezelf mee, je eigen ik, de ander, je vrouw, de familie die eromheen staat, die hebben invloed op dat hart. En de omstandigheden, nou daar hebben we het over gehad. Er zullen allerlei omstandigheden kunnen er zijn. En die dynamiek van jezelf neem je mee, je zondige hart neem je mee, de zondige hart van je vrouw komt erbij, de omstandigheden, soms hele moeilijke verdrietige dingen komen erbij. En die dynamiek die speelt zich af rondom en in dat hart. En dat heeft invloed op je denken, dat heeft invloed op je emotie en dat heeft invloed op je wil. Nou, je denken kan beïnvloed worden door, ik wil gelukkig leven. Of ik wil het gewoon leuk hebben. Dat kan je denken beïnvloeden. Je emotie, ik ben angstig geworden in mijn huwelijk. Of ik heb verdriet in mijn huwelijk. Of ik ben boos. Dat zijn allemaal emoties die zich kunnen afspelen in je hart, rondom dat huwelijk, in dat huwelijk. En je wil, hij is niet te vertrouwen, dus ik ga mijn eigen gang. En maak je besluiten om je eigen pad te gaan. Zie je wat de dynamiek kan zijn van je hart dan? En dat moet veranderen, die dynamiek in je hart. Dus huwelijkspastoraat heeft alles te maken met hartsverandering. Je denken moet beïnvloed worden door geloof. En geloof betekent, we zijn samen nog niet af. We worden gevormd. We zitten in een heiligmakingsproces. Dat moet je denken gaan worden. Het moet beïnvloed worden door geloof. En hoe beïnvloed ik mijn denken? Door het woord. Hoe moet ik leven in mijn huwelijk tot eer van God? Door het woord. Als mijn denken, mijn geloof, mijn denken gericht is op God, wat doet dat met mijn emotie? Nou, dan wordt mijn emotie, worden verlangens die tot eer zijn van God. Hoe gebroken de emoties ook zijn. En kan boosheid in een proces gevormd worden naar opnieuw vreugde voor je huwelijk. Omdat je meer van God bent gaan zien. Dan kan angst omgebogen worden tot rust. En dan kan verdriet omgebogen worden door troost. Omdat je denken niet meer gericht is op ik moet gelukkig worden, maar we zijn samen in het proces van heiliging. Nou, dat verandert je wil.
Het gaat niet meer om mijn eigen wil, maar ik wil aan mijn vrouw dienend leiderschap tonen. En ik wil aan mijn man onderdanig zijn. Dan zie je ook de uitingsvormen, omdat je hart verandert, naar buiten toe. En zie je met dit plaatje dat huwelijkspastoraat alles te maken heeft met je eigen hart. Met je eigen hart. En mijn denken moet gevormd worden door geloof. Emotie moet de gezonde verlangens worden onder de leiding van de Heilige Geest. En mijn wil moet toewijding worden. Ik wil toegewijd leven, ook in de gebrokenheid van mijn huwelijk. Het gaat om de eer van God. En dat, het gaat uiteindelijk, de godsvrucht moet zichtbaar worden in mijn leven. Laatste gedeelte wat ik met jullie wil behandelen, Efeze. Efeze. Sla met mij op, Efeze. Efeze 4, vers 20 tot en met 24. Want hoe verander ik dat hart nu? Hoe verander ik dat hart wat dus in mijn huwelijk door de jaren heen verhard is, niet meer gericht is op God, niet meer gericht is op mijn man of mijn vrouw? Hoe verander ik dat nu? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld Efeze 4 ons daar handvatten voor geeft. Vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover. Hoe verander ik het hart van een mens? Ja, ik onder leiding van de Heilige Geest. Maar je bent een instrument die, nou ja, in pastoraat even langszij komt bij mensen. Hoe verandert dat dan? Nou, ik denk dat hier de oplossing ligt. Wat moet er met de oude mens gebeuren? Afleggen. Wat betekent dat? Dat oude patronen in het huwelijk, die misschien wel van dag 1 in je huwelijk tot en met, nou ja, 10 jaar later, oude patronen die zijn ontwikkeld, dat je dat inzichtelijk moet gaan krijgen. Ik was gewoon angstig voor hem en daarom heb ik mij teruggetrokken. Dat heb ik gewoon alle 10 jaar en die angst die komt ergens vandaan, nou, dat moet duidelijk gaan worden. Maar ik zie gewoon nu in dat het gewoon desastreus is voor mijn huwelijk. Het is zo kun je heel veel patronen ontwikkelen in je huwelijk die uiteindelijk ongezond zijn. Die moet je afleggen. Dus je moet inzichtelijk krijgen, wat zijn verkeerde patronen in mijn huwelijksleven? Wat zijn verkeerde patronen in mijn eigen hart? Nou, soms kom je daar zelf achter door in gesprek te zijn en soms moet je daar van buitenaf bij geholpen worden. En wat moet je dan doen? Wat staat er dan voor de nieuwe mens? Ja. Ja. En wat nog meer in vers 23? Je moet anders gaan denken door de geest. Je moet anders gaan denken. Je moet anders gaan denken. Dus ik krijg inzichtelijk welke verkeerde patronen er zijn, afleggen. En ik moet vernieuwd worden in mijn denken. Kun je hem eentje terug doen, Wim? Ja. Hebben we net gehad, hè? Mijn denken moet vernieuwd gaan worden.
Want mijn denken moet vernieuwd worden in de zin van, ik moet gaan zien hoe de Bijbel spreekt over angst. Hoe de Bijbel spreekt over boosheid. Hoe de Bijbel spreekt over gezond huwelijk. Hoe de Bijbel spreekt over het doel van het huwelijk. Ik moet gezond denken gaan krijgen. En de oude patronen moet ik afleggen. En ik moet nieuwe patronen, nieuw denken gaan aandoen. Dat zal een zegen zijn voor de relatie tussen man en vrouw. Wat wij heel veel doen is in counseling, is schema's maken met mensen. Oude patronen leren herkennen. Dus we pakken gewoon papieren. En dat kunnen soms heel veel papieren worden, omdat er heel veel verkeerde patronen zitten. Die doen we gewoon in doormidden. Afleggen. Aandoen. Wat zijn nu de oude patronen die jij herkent, die de counselor herkent, die je man of je vrouw herkent, schrijf die hier nou eens allemaal op. Nou, dat kunnen soms veel patronen zijn die gewoon zijn ontstaan. Niet uit het verkeerd, in die zin niet altijd bewust, maar wel desastreus, waardoor mensen toch uit elkaar zijn gegroeid. En dan schrijf je aan de andere kant, wat moet je aandoen? Afleggen, aandoen, nieuw denken. Hoe weet ik wat nieuw denken is? Hoe weet ik wat nieuw denken is? Het woord. Je staat versteld van Genesis tot Openbaring, wat er staat over karakterverandering van het mensenleven. En hoe patronen veranderd kunnen worden en dat je nieuwheid van denken krijgt. Daar moet je soms in geholpen worden. En soms ontdek je het zelf. En zo helpen we mensen. Voorbeelden noemen van die patronen dan? Waar gaat het dan om? Nou, wat Bart vanochtend deed. Hoogmoed en trots vanuit Samuel laten zien hoe desastreus dat is voor het leven van Saul. En waar het hem uiteindelijk gebracht heeft. Nou, en naast hoogmoed, wat is het tegenovergestelde van hoogmoed? Nederigheid. En dan zeggen we tegen mensen, ga nou eens een aantal teksten opzoeken, of we gaan dat samen doen, van nederigheid. Die gaan we opschrijven. Nou, die laten we ze vaak memoriseren. En dan, nou, dan komen ze na 3 weken en dan zeggen we, hoe is het gegaan? Nou, was wel lastig. En wat is er toen gebeurd? Nou, toen dacht ik aan die tekst die we samen op. En toen zag ik dat het patroon ging veranderen. En soms zijn dat 8 tot 10 tot 12 weken voordat mensen in die nieuwe structuur komen van het herkennen, nu word ik hoogmoedig. En het aandoen, doordat we teksten opschrijven, memoriseren, dat ze gaan zien, maar dit is wat God van mij verlangt. En dit is tot eer van God. Nee, dat kan dus. Dus dat is dan een uitingsvorm ervan, van hoogmoed. Dus je wil niet nederig zijn. Die uitingsvorm, daar ga je het met de persoon over hebben. Hoe is het gegaan? Nou, ik merkte dat mijn vrouw vroeg, ik wil je de afwas doen. En ik dacht van, nee, dat wil ik niet doen. Je doet het zelf maar. En toen en dan kan jij vragen van, en wat deed je toen? Nou, ja, ze moest de afwas gewoon doen. En dan kun je zeggen, maar wat heb je geleerd? Wat hebben we nu besproken? Of dat hij zegt, nee, want we hebben met elkaar besproken, nederigheid. Toen kreeg ik die tekst in mijn hoofd, dat het karakter van Christus is. En ik ben toen de afwas gaan doen. En ik zag in, dit is vreugde, dit is tot eer van God. En mijn vrouw die kon heerlijk stille tijd houden. Nou, dat is het proces wat je ingaat met mensen. Achterin, volgens mij. Afleggen, aandoen. Ja. Ja. Oké. Mooi. Dankjewel. Goed. En, is er werk aan de winkel? Ben je een beetje bemoedigd? Of heb je te veel... Ben je bemoedigd? Met je eigen hart? Dit is dus even buiten het huwelijk om. Dit geldt voor iedereen, hè? Dat afleggen, aandoen. Iedereen heeft verkeerde patronen. Of kan verkeerde patronen.
En in je huwelijk, ik hoop echt dat je bemoedigd bent. En dat je echt denkt van, er is gewoon werk aan de winkel. Maar we zijn in dat vormingsproces. Wij willen echt leren door ons huwelijk heen wat het is om tot eer van God te leven. En de Heer Jezus daardoor te laten zien, allereerst aan de ander. Maar dat mensen van buiten naar gaan kijken en denken, hoe die twee zijn begonnen. We dachten nog van, jongen, wat moet het gaan worden? En nu 10 jaar later, dat het 2 godvrezende mensen zijn geworden die tot eer van God leven. Nou, wat is dat dan prachtig, toch? Ja, en echt, er ligt zoveel druk op huwelijken. We maken ons ook hier in Hebron echt zorgen daarom. We zijn er ook met hart voor het gezin veel mee bezig. Dat we veel geluiden horen, ook binnen gemeentes, hoeveel scheidingen er zijn. Het is echt, echt verdrietig. We maken het hier heel veel mee, dat mensen toch aankloppen. We maken ons echt zorgen daarom. En we verlangen ernaar, naar godvrezende huwelijken. Daar verlangen we echt naar. En daar willen we mensen mee helpen. Ja, kom zo bij je, Erjan. Kan je me stellen dan nog eigenlijk brokenheid, onenigheid in een huwelijk altijd oorzaak hebben? Altijd is dat gewoon een man of vrouw niet in conflict. Ik vind wel dat dat een grote oorzaak is, maar je kunt dat ook weer niet helemaal. Het kan soms ook zijn dat de karakters gewoon botsen. Alleen kun je dan zeggen, ja sorry, het is mijn karakter, ik kan er niks aan doen. Of je zegt, dit is karakter gewoon wat niet tot eer van God is. Heren, ik ben gewoon te snel opvliegerig. Dan kun je zeggen, ja dat is mijn karakter. Maar je kunt ook zeggen, nee, dit moet ik afleggen en ik moet aandoen dat ik geduldiger word. Nou, zoek maar een paar teksten op over geduld. Nou, God is in ieder geval geduldig. Dus uiteindelijk kun je niet altijd, het kunnen 2 mensen zijn die echt wel proberen tot eer van God te leven, maar er samen soms niet goed uitkomen. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen, het is mijn karakter of ik ben slachtoffer van. Dat geloof ik niet. Je kunt er samen uitkomen. Als je wil. Ja. Ja. Dat is op de emotie. Op de emotie kunnen ze rust en vrede voelen. Maar uiteindelijk, natuurlijk kun je in je huwelijk, als het veel, veel botst, ja, kun je veel onrust ervaren. kan het ook heel onrustig zijn, ook voor je eigen hart. Alleen is het, kun je niet zeggen dat scheiding dat de oplossing is geweest. Gelukkig, nu ben ik weer rustig. Nee, je had er samen doorheen gemoeten. En daar waar onrust is samen, had je moeten gaan ontdekken. Wat is die, hoe komt die onrust? En hoe kunnen we dat bijbels gezien gaan oplossen? Zodat we toch in meer of mindere mate in de rust kunnen leven samen. En het wil niet zeggen dat het altijd helemaal opgelost is, hè? Het kan zijn dat een huwelijk echt, ook na 25, 30 jaar, Dat het nog steeds soms wel eens eventjes, nou ja, de vonken, dat kan gewoon. Maar het is niet de oplossing door te zeggen, dan gaan we uit elkaar. Dan zul je er samen doorheen moeten. En wat leren wij, ook als het na 30 jaar soms echt kan knetteren, wat leren we daarvan? Van elkaar, van God en van mijn eigen hart. Dus. Ja, ik denk ook vaak. Ik denk ook niet dat het lukt. Ik denk ook niet dat je die mensen kan zeggen van ja, maar dit was niet Gods bedoeling. Want dan zeggen zij, maar dat is puur op gevoel en emotie gebaseerd. En niet op van, ja, bijbels denken van, ik ben nu tot rust gekomen. Ja, emotioneel kan dat zijn. Maar qua denken, qua geloof, ja, denk ik gewoon dat je het verkeerde besluit hebt genomen. Ja. Maar dan moet je wel allebei als man en vrouw ook naar hier naar willen leven. Ja. Wordt het heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld, daar ben ik het absoluut mee eens. Ook die situaties maken wij natuurlijk mee, hoe ingewikkeld het ook kan zijn. Ik ben nu wat uitgegaan van 2 mensen die echt, nou ja, gezond en nog graag willen groeien. Maar er zijn natuurlijk
duizend en één casussen te vinden waar het heel complex kan zijn. Kort door de bocht, maar daar is veel meer over te zeggen. Toch zegt 1 Petrus daar wel iets over, hoe je je moet verhouden, ook als het niet goed gaat, hè, als vrouw. Hè, wees dan toch onderdanig en laat door je houding de Heer Jezus zien. Maar daar is natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik wil het daar maar even bij laten. Maar het kan soms gecompliceerd zijn, absoluut. Ja. Erjan, die was nog... Ja. Wat kun je daar zelf in betekenen? En ja. Wanneer zeg je, oké, je moet mijn handen aftrekken, je moet echt naar iemand binnen de gemeente die daar voor aangesteld is, bijvoorbeeld. Ja, dat hebben we wel ooit een keer gehad, hè, het basispastoraat. De herderlijke zorg, dat zijn dan de mensen die wat meer de pastorale taak hebben. En uiteindelijk, als het dan dat niet lukt, om dan naar buiten de gemeente te zoeken. Kijk, je eerste taak gewoon van iedere gemeentelid is, we moeten omzien naar elkaar. Maar als je aanvoelt van ja, hier gaat het echt al naar huwelijksproblematiek toe en ik voel me onvermogen, dan zou ik gewoon zeggen van dan moet het een laagje dieper en dat is dan toch het pastorale team, de herderlijke zorg, hoe dat ook in je gemeente is opgebouwd. Dus ik denk dat het met name ook zelf aanvoelen is van... Kan ik hier wat mee of moet ik hier gewoon, in die zin, mijn vingers niet aan branden. Het is gewoon niet wijs. Ik heb hier te weinig know-how van. Ik moet het gewoon doorsturen. Maar wat is het wel fijn als een gemeente zo functioneert. Dat er omzien naar elkaar is. Dus je hebt zicht op elkaar. En dat je daarna kan zeggen van, wat is het ook fijn als er die laag dieper gewaarborgd is in je gemeente. Dat er een pastoraal team is of pastorale zorg is. Zodat mensen niet naar de basis, als het de basispastoraat, als die zeggen van, het lukt, ik weet niet wat ik ermee moet. Dat direct er hulp van buiten gehaald moet worden. Wat is dan heerlijk als die laag eronder is. Kunnen ze dan wel een christelijk, zoals God bedoeld heeft, huwelijk? Of moeten ze dan hun eigen karakter compleet verloochenen om dan toch ergens op te lijken? Ja, ik vind een hele goede vraag. Ik vind het jammer dat Jeanette er nu niet is. Dus dit staat er denk ik ook op, hè? Ja. Wij hebben namelijk zo'n situatie. Jeanette is dus een potige dame. Ik ben eigenlijk best een best een vriendelijke vent eigenlijk. Nee hoor. Maar Jeanette is die kan dus heel snel de leiding gaan nemen. Zij heeft ook een beetje die structuur, zo van bestuurlijk, visionair, heeft snel plannen, dat... ik ben heel, in die zin heel timide. Ik vind het altijd snel prima en goed. Dus wat wij hebben moeten leren, is dus... We zijn dus getrouwd, al 30 jaar. Dus blijkbaar functioneert het wel. Maar wat ik heb moeten leren is... Ik heb leiderschap moeten tonen in mijn huwelijk. En Jeanette heeft moeten leren van... ik zal daarin Martin moeten gaan ondersteunen. En niet de leiding nemen, bijvoorbeeld. Bij de opvoeding van mijn kinderen... Ik ben dus gemakzuchtig, ik ben makkelijk. En ik vind eigenlijk ook heel veel dingen die mijn kinderen doen... gewoon heel erg grappig. Dat is opvoedkundig niet altijd even handig. Dus neem dit advies niet aan. Ja, het wordt wel allemaal uitgezonden inderdaad. Nu kunnen mijn kinderen het ook nog zien. Maar dat is wel zo. Dus die maken grapjes en pa die gaat dan nog daar wel overheen met grapjes. Terwijl Jeanette het al tot hier zit. Dus wat we hebben moeten leren is... Martin, toon gewoon leiderschap. Dus wat we hebben gedaan is gewoon... Jeanette kijkt mij dan aan en dan weet ik voldoende. En dat betekent op dat moment dat ik gewoon leiderschap moet tonen. Zeggen, jongens, nu stoppen, kappen hiermee. We gaan wat anders doen. Dus Jeanette moest in de rol gaan komen om mij te ondersteunen. En ik moest in de rol komen om leiderschap te tonen. Maar dat is dus ook gezamenlijk met z'n tweetjes. Dus
dat Jeanette uiteindelijk zegt, ja Martin, maar jij moet het besluit nemen. Dat ga ik niet doen. En zij gaf mij als het ware een druk naar voren toe om dat ook te gaan doen. En zij bleef als het ware daar op de achtergrond adviserend, maar ze ging niet het besluit nemen. En ze, wij hebben dat in die dynamiek wel moeten leren. Ja, maar het kan wel. Maar dat is als je samen bereid bent om te veranderen. Dat betekent, Jeanette moest leren wat onderdanigheid is en ik moest gaan leren wat geestelijk leiderschap is in het gezin en in het huwelijk. Maar dat functioneert wel, maar dat heeft te maken met hartsverandering. En verantwoordelijkheid nemen. Ja. Goed. Ja, Bart, wat mij betreft, laten we het hierbij. Zal ik afsluiten met gebed? Ja? Oké. Vader in de hemel, we zeggen u zo dank, Heer, dat we ook vanochtend weer naar een open graf mochten kijken. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dat we daarin zien, u bent trouw. U bent machtig, u bent welwillend. Heer, geprezen zij uw naam daarvoor. Heer, ik wil u zo danken dat u onze huwelijken in uw hand heeft. Heer, en dat we vanochtend ook mochten zien, Heer, dat het gaat om ons eigen hart vaak. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u ons eigen hart vormen, wilt u ons eigen hart kneden. Heer, u weet wat u voor ogen heeft met ons leven. Heer, wilt u zijn bij de huwelijken, ook bij mannen en vrouwen die hier zitten. Heer, bescherm een huwelijk. Vader, en dat ze echt het verlangen hebben om iedere keer weer op te zien. Ook in de moeite, ook in de strijd, ook in de zondige patronen, om het van u te verwachten. Heren, we bidden u ook voor de huwelijken in de gemeentes. Heer, als we er net even over spraken, hoeveel zorgen we ook hebben. Heren, dan bidden we dat de huwelijken in de gemeentes echt een getuigenis zullen zijn. Ook voor Nederland, Heer, dat godvrezende mannen, godvrezende vrouwen u dienen daar op de plek waar u ze stelt. Heren, we bidden u, ook bij mensen die hier zitten en de gebrokenheid van het huwelijk ervaren. Heer, door de jaren heen of recent, Heer, ik wil u zo bidden, wilt u troost geven? Heer, wilt u uit ons geven daar waar mogelijk? Heer, en dat mensen, ondanks het verdriet, ondanks de gebrokenheid, Heer, blijven zien op u en op u blijven vertrouwen. Heer, wilt u hen echt sterken vanuit uw woord. Heer, wilt u ons een goede maaltijd geven? We danken u voor de zegeningen. Heer, en ook als we zometeen bemoedigingsgroepjes hebben, Heer, wilt u het goede tijd laten zijn. Heer, dat we van elkaar mogen leren, elkaar weer mogen aanscherpen, elkaar weer mogen vormen. Heer, zoals we vanochtend ook gezegd hebben, u geeft ons mensen om zo samen naar het beeld van Christus te leven. En we danken u daar hartelijk voor. We bidden het in Jezus' naam. Amen.